Like, what did you say? The Jeep had no roof? Dit is een R650 en dat is de nieuwe non-EGR motor. Dat is een dubbel aangedreven trekker. Ja, een beest van een auto die, zoals je, als je goed oplet, dan hoor je nog weer meer V8 geluiden dan bij de EGR versies. Dat heeft er alles mee te maken dat deze turbo, die krijgt zijn uitlaatgassen van twee kanten en dat resulteert toch weer in een ander, meer echt V8 geluid. Nou, we vertrekken nu met 60 ton op een 8% helling. En ja, je merkt het, hij speelt ermee. Het is gewoon kicken dit. Oh ja, serieus. 105 ton, 730 pk. Een grote ket op de Goldhover. Kijk, dit is het echte werk. En Scania kan weer meedoen met de nieuwe generatie tot 250 ton. Zonder koppelopvormen, met een normale transmissie. Met een normale geautomatiseerde versnellingsbak. Maar wel met een extra koppelpedaal. Koppelingspedaal die je kunt gebruiken als je het wilt. Maar als je het niet wilt, dan gebruik je het gewoon niet.